En Sarah die is er heilig van overtuigd dat we verkeerd rijden. En we krijgen niet in de hoofd dat we wel goed rijden. Goedemorgen. Is zonnepen, mama? Ja, ga eens even aan doen boven. Het is woensdag. En we gaan naar school. En ik ben niet heel erg schattig, volgens mij. En het is de eerste keer weer sinds een tijd dat ik Sarah 's ochtends naar school breng. Want 's ochtends loop ik het allerminst lekker. Maar goed, Marco die gaat werken. Dus het moet. Het mama, moet. Nou, we gaan mama, zien of het lukt. Toetie. Je rug kijkt naar mij. Maar die kijkt een beetje boos. Nee, het is Tweety. Oh, Tweety kijkt naar me. Eindelijk thuis. Het heeft echt even geduurd. Het deed al heel veel pijn. Maar dan krijg je iedereen die heel, heel lief, echt heel lief, gaat vragen van, joh, wat heb je gedaan? En noem maar op. En dan geef je ook antwoord. Terwijl eigenlijk heb ik dan zoiets van, oh, het doet pijn. Ik wil echt naar huis. En dan kap je elke keer het gesprek af. En gewoon zeggen van, joh, ik heb pijn, weet je. Dan heb je antwoord gegeven. En dat accepteert ook iedereen. En dat snapt iedereen. Maar ja, dan vraagt 3 stappen verder de volgende het. En dan geef je weer antwoord. En dan kap je het weer af, omdat je pijn hebt. En die snapt ook. En dan heb je weer de volgende. Ja, eindstand. Dus echt, mijn been doet nu zo verschrikkelijk veel pijn. Ik ga ook echt gewoon even niks doen. Normaal ben ik echt niet goed te stilzitten, maar ik heb echt gewoon niet eens zin om iets te doen. Geen eens fut om iets te doen. En we moeten dadelijk ook weg. En eigenlijk zou ik moeten afzeggen, maar ik wil gewoon echt even de deur uit, want het wordt gek thuis. Dus ik ga nu gewoon zoveel mogelijk rust pakken, zodat we dadelijk nog leuk kunnen hebben. Ik heb nou vorige keer wel echt geleerd dat ik het eten echt klaar wil hebben staan als ik de deur uit ga. Want dat komt dan best goed uit. Jullie weten natuurlijk allemaal dat ik met pech langs de snelweg stond. Dan ga ik er niet vanuit dat dat vandaag gaat gebeuren. Maar goed. Ik kan dit gewoon lekker zitten doen. Zet ik de boontjes vast klaar en alles. We eten vanavond lekker pasta pesto. Dus dat is vrij makkelijk voor de klaarmaken. Dit is het grootste werk en dat staat er dan al. We zitten in de auto en we zijn bijna bij de Intratuin. Ik heb er zo zin in. Ik vind de Intratuin zo leuk. De Intratuin is helemaal niet deze weg. En Sarah die is er heilig van overtuigd dat we verkeerd rijden. En we krijgen niet in de hoofd dat we wel goed rijden. Ja, ze zal het zo zien. Maar het gaat helemaal goed komen, Sarah. Ja. Beloof ik je. Dan geloof je het niet. Je bent gewoon een gekkie. Ik moest alweer terug. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Je zal het zo zien. Ze willen het echt niet geloven. Ik weet het. Het is echt fout. Het komt wel goed. Ik weet hoe we naar de Intratuin moeten. Oké, dan weet je wat? Mag jij volgende keer rijden? Nee, nu rij ik. Oh, jij rijdt nu. Dus jij rijdt fout. Sarah, waar zijn we? Bij de planten. Oh, bij de hand, kind. We gaan eerst lekker lunchen. Ik heb verse kroketten. Oh ja, mijn nagels net gebroken. Met lambrood. Sarah heeft een gebakje en een ei en appelsap. Een hele rare combi. Deze is ook voor mij. Dit is stoofpeer met zwarte bessmoothie. Ja, daar ben ik echt benieuwd naar. Mijn moeder heeft appeltaart en koffie. Appeltaart met nootjes. Appeltaart met nootjes en koffie.
kom kijken dan. Kijk hoe groot hij is. Oh, dus liggen er twee. Dit konijn is zo groot. Zullen we hem aaien? Ja. Even bukken. Dat gaat een beetje moeilijk. Mama, jammer dat je die niet. Hij is super zacht. En dit zit hem ook helemaal niet. Deze is zo zacht. Maar kijk naast Sarah ook hoe groot hij is. Blijf eens naast. Wauw. Hij is echt gigantisch. Kijk, en er ligt er nog één. Aaien maar. Ze zijn het gewend. Doe maar. Voelen ze die net zo zacht? Ja, hè? Echt, het interesseert ze helemaal niet. Ze vinden het alleen maar fijn. Oh, dit is echt hilarisch. We gingen dus pasta pesto eten, hè? Marco is aan het koken en ik was ze aan het begeleiden met dingen die opgeruimd moeten worden van net. Zit er geen pasta in? Ja, dus Marco wil scheppen. Hij zegt, ja, het is echt niet zoveel eten. Ik denk, ja, hoe kan dat nou? Want we hadden natuurlijk best wel veel spergiebonen. Dus Marco ging pasta pesto maken zonder pasta. Grappig. Dus we hadden kip spersbonen met pesto zonder pasta. Dus die is nu terug naar de keuken en heel snel pasta aan het koken. Om nog er doorheen te doen. Maar ik vind hem echt hilarisch. En nu hebben we dus pesto met pasta. We zijn weer onderweg. En we gaan naar Weert Mossel. En dat vind ik echt heel leuk. Het is wel een tijd geleden dat we Meurt hebben gezien. Ik denk al 3 jaar geleden of zo. Meurt is een stand-up cabaretier voor iedereen die dat niet weet. En ja, wij vinden hem echt mega grappig. Dus ik heb er echt zin in. Ik ben echt heel erg benieuwd naar zijn show. Dat is zo grappig als je mee. Ja, we zitten dus bij het theater. Is Meurt al 1/2 uur te laat. Dus we hebben net een tijd zitten wachten en we mogen eigenlijk de zaal nog gaan. Zo'n show is echt te grappig, maar we zitten nu in de auto en kijk deze auto. Echt te grappig. Er ligt maar aan de ketting. Echt grappig. Ja, je zal maar bang zijn dat je auto gestolen wordt. Ik vind hem wel humor. Oh, ik sta hem in de weg. Ja, ik heb mijn auto aan achter. Ja, hij is echt gefrustreerd. Ik denk het. Echt hè? Mensen, heb tijd. Wacht 2 seconden. Zo, en we gaan nu lekker naar huis. En zo lekker ons bedje in. Oppas naar huis. Marco is dan naar boven. Ik ben nog even alles aan het uitzetten. Want ik vind het zo vervelend als je 's ochtends je bed uitkomt. En alles is een troep, hè. Daar hou ik niet van. Dus, en daarna ga ik ook lekker mijn bedje in. Want het wordt weer veel te laat. Maar ja, ik ben ook maar net thuis. En het liep natuurlijk uit. Maar ja, kan gebeuren. It happens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Abonneer je even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Duimpjes omhoog. En reacties vind ik altijd hartstikke leuk. En dan zie ik je morgen weer. Doei doei!